een geest in die Jezus Christus de gedrag. Geheel uw ziel, geheel uw verstand en met al uw krachten en uw naaste zult gij liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden, zei Jezus, hangt de ganse wet en de profeten. Laat ons bidden. Barmhartige en genadige Vader in de hemel, wij bidden u om vergeving voor onze zonden en vragen u dat gij deze avond in ons midden wilt zijn, dat het woord dat wij zullen lezen en waarover wij zullen denken, dat zal worden verkondigd, mag doordringen tot de kern van ons bestaan en dat het mag komen tot een echte ontmoeting met u. U die ons niet verwerpt, maar die ons nodigt tot het leven om Jezus wil. Amen.
Als dienaar van Jezus Christus verkondig ik aan ieder die zijn zonde van harte beleidt, de vergeving der zonde. God is de genadige in Christus Jezus. En wie zich in zijn naam tot hem wendt, dien worden de zonde vergeven. Zo hoog de hemel is boven de aarde, zo groot is zijn goedertierenheid, geweldig over degene die zich tot hem zo wenden. Amen. Daarop zeide Juda tot Jozef: wat zullen wij tot mijn heer zeggen? Wat zullen wij spreken en waarmee zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de schuld uw knechten aan het licht gebracht. Zie, wij zijn slaven voor mijn heer. Wij evenals degene bij wie de beker gevonden is. Maar Jozef zeide: het zij verre van mij dat te doen. De man bij wie de beker gevonden is, die zal mij tot slaaf zijn, maar gij trekt in vrede naar uw vader. Toen naderde Juda tot hem en zeide: met uw verlof, mijn heer, uw knecht moge toch een enkel woord ten aanhoren van mijn heer spreken. En uw toren ontbranden niet tegen uw knecht, want gij zijt als farao. Mijn heer heeft zijn knechten gevraagd: hebt gij nog een vader of een broeder? En wij zeiden tot mijn heer: wij hebben een oude vader en er is nog een jonge zoon zijns ouderdoms, maar zijn broeder is dood. Hij is de enig overgeblevene van zijn moeder en zijn vader heeft hem zeer lief. Toen zeide gij tot uw knechten: breng hem tot mij om opdat ik mijn ogen op hem sla. Maar wij zeiden tot mijn heer: de jongen kan zijn vader niet verlaten, want verlaat hij zijn vader, dan zal deze sterven. Daarop zeide gij tot uw knechten: indien uw jongste broeder niet met u meekomt, zult gij mijn aangezicht niet meer zien. Nadat wij naar uw knecht, onze vader, waren teruggereisd, deelden wij hem de woorden van mijn heer mee. Toen u onze vader zei: gaat ons weer een weinig voedsel kopen, zeiden wij: wij kunnen niet heen trekken als ons de jongste broeder niet bij ons is. Als hij bij ons is, zullen wij heen trekken, want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien wanneer onze jongste broeder niet bij ons is. Daarop zei uw knecht mijn vader tot ons: gij weet dat mijn vrouw mij twee zonen heeft gebaard. De een is van mij weggegaan en ik heb hem moeten zeggen: voorzeker, hij is verscheurd. En ik heb hem tot nu toe niet weer gezien. En neemt gij ook deze van mij weg en overkomt hem een ongeluk, dan zult gij mijn grijze haar met verdriet in het dodenrijk doen neerdalen. En nu, wanneer ik bij uw knecht mijn vader kom en de jongen is niet bij ons, aan wiens ziel zijn eigen ziel zo nauw verbonden is, dan zal het gebeuren, als hij ziet dat de jongen er niet is,
dat hij sterven zal. En uw knechten zullen het grijze haar van uw knecht onze vader met verdriet in het dodenrijk doen neerdalen. Maar uw knecht is borg geworden voor de jongen bij mijn vader met deze woorden: indien ik hem niet tot u breng, dan moge ik te allen tijden tegenover mijn vader schuldig staan. Nu dan laat toch uw knecht in de plaats van de jongen als slaaf voor mijn heer achterblijven en de jongen trekken met zijn broeders mee. Want hoe zal ik naar mijn vader heen trekken wanneer de jongen niet bij me is? Ik zou het verdriet niet kunnen aanzien dat mijn vader zou treffen. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor alle die bij hem stonden. En hij riep: laat alle van mij weggaan. En er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Daarop brak hij uit in geween, zodat de Egyptenaar en Farao's huis het later hoorden. En Jozef zeide tot zijn broeders: ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze deinsden van schrik voor hem terug. Toen zei Jozef tot zijn broeders: kom toch naderbij. En uit het Nieuwe Testament: Jezus zeide: wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen.
Eeuwige God en allergenadigste Vader, open thans de mond van uw dienaar en vervul die met uw wijsheid en kennis, opdat hij uw woord zuiver en vrijmoedig verkondige. Bereid ook ons aller hart opdat wij het horen, verstaan en bewaren mogen. Laat ons de ontdekking mogen doen dat wij allen door u worden aangesproken. En laat uw woord een licht zijn in onze nacht. Dit alles, genadige Vader, bidden en begeren wij van u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Beste vrienden, als gelovige mensen spreken over Gods bestel, over Gods leiding, over Gods bestuur, dan denken mensen die niet zo erg thuis zijn in het christelijk geloof, dat daarmee bedoeld wordt dat God alles bestuurt, dat God alles regelt en dat er niets gebeurt of God heeft dat zo voorbeschikt. Dat is een erg ingeroeste gedachte waarvan zelfs gelovige mensen zich niet altijd los kunnen maken. En dat is erg jammer, want daardoor krijgt natuurlijk God altijd de schuld dat het zo'n jamboel is in de wereld en in vele mensenlevens. Terwijl toch vaak klaar als de dag is aan te wijzen dat wij zelf de schuld zijn van allerlei ellende die er gebeurt en die ons treft of die anderen treft, of dat anderen het ons aandoen. Ik heb u een stukje voorgelezen uit de geschiedenis van de oud-testamentische figuur Jozef. En nou is uit zijn leven wel heel duidelijk dat niet God, maar de mensen het leven verzieken en verpesten. Omdat zijn broers een hekel aan hem hebben, werd hij op zekere dag door hen in een diepe put gesmeten. En de bedoeling was dat hij daarin zou omkomen. Later, toen daar toevallig wat slavenhandelaars langskwamen op weg naar Egypte, kwamen ze op een beter idee. Ze haalden hem weer uit die put en ze verkochten hem als slaaf. En die handelaars zouden hem dan in Egypte wel van de hand doen. Ze begrepen natuurlijk wel dat dat thuis een hele toestand zou geven met hun vader, die al zo'n jaartje of 125 oud was en die gek was op die jongen die toen nog maar een jaar of 17 was. En daarom maakten ze een prachtige afspraak en ze maakten de requisieten al gereed voor het drama dat ze gingen opvoeren, het drama van wilde beesten die Jozef hadden verscheurd. En ze besmeurden daartoe zijn mantel die ze achter hadden gehouden met het bloed van een bokje dat ze even gauw slachten. En thuisgekomen reikten ze die met de bijbehorende wanhopige droeve blik over en met veel acteurstalent aan hun vader. En met het verwachte gevolg dat de oude man bijna waanzinnig werd van smart. Maar de tijd heelt weliswaar niet alle wonden, maar doet ze wel wat beter draaglijk zijn. En toen kon iedereen weer overgaan tot de orde van de dag en ze waren de gehate Jozef kwijt. Nou zou je, staande op dat zogenaamde voorbeschikkingsstandpunt, moeten zeggen, ja ho ho, niet boos op die broers zijn, niet donker naar die broers kijken, want die moesten zo handelen, want zij waren door God voorbeschikt, zoals het dan heet, om dit te doen. En dat was weer omdat God door Jozef de wereld van een komende hongersnood wilde redden. Maar beste vrienden, die vlieger gaat niet op. Want zo maak je, hoe je het ook keert of wendt, God tot de auteur van het kwaad. En dat is in strijd met het wezen van God. En het is in flagrante strijd met Gods openbaring. Bovendien, beste vrienden, u denkt toch hopelijk niet dat God het
niet anders weten verzinnen dan een paar misdadigers in het leven te roepen om iets aan een hongersnood te doen. De zaak ligt geheel anders. De eeuwige en barmhartige God en Vader is erop uit dat de hele wereld deel zal krijgen aan zijn heil. Dat staat altijd voorop als u denkt over de verhouding tussen God en mensen. Hij is erop uit dat de ganse wereld deel zal krijgen aan zijn heil. Dat staat al in het Oude Testament. Dan staat er dat het volk Israël uitverkoren wordt ten behoeve van anderen, opdat alle geslachten des aardbodems in u gezegend zullen worden. Het staat ook weer in het Nieuwe Testament als Jezus de apostelen uitstuurt om alle volken, zegt hij aan het slot van het Matthäus-evangelie, alle volken tot zijn discipelen te maken. Met minder doet hij het niet. Alle volken moeten zijn discipelen worden. Dat is Gods doel. Dat ze het niet worden, dat is dan omdat ze niet willen. En gedwongen tot liefde kun je nooit worden, dat doet ook God niet. Maar hij wil het wel. En als nu mensen dat niet willen, als nu mensen zich van God afwenden, als nu mensen Gods bedoeling tot hun eigen schade dwarsbomen, dan maakt God vaak gebruik van hun kwaad, niet van zijn kwaad, maar van hun kwaad, om toch zijn doel te bereiken. En dat is nou helder te zien in de geschiedenis van Jozef. Ja, helder, dat wil zeggen, achteraf is dat erg duidelijk te zien. Toen Jozef zelf nog midden in zijn geschiedenis zat, zag hij dat allemaal niet zo scherp zitten. Toen moest hij maar geloven dat God er toch de hand in had. Toen hij bijvoorbeeld volmaakt onschuldig tenslotte in de gevangenis terechtgekomen was, toen moest hij maar geloven dat God hem daar ook niet vergat en dat God hem niet zou laten vallen. En zo gaat het ons ook, beste vrienden. Tijdens de loop van ons leven en tijdens de gebeurtenissen van in ons leven is dat bestel van God, die leiding van God, die dwars door de menselijke ellende en het kwaad en de misdaad en de machtspolitiek en noemt u maar op heen gaat, tijdens de gebeurtenissen is dat bestel van God voor ons allemaal als een donkere kamer. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Gods bestel is een donkere kamer. Maar in donkere kamers, zoals u waarschijnlijk wel weet, worden foto's ontwikkeld. En later, achteraf, bekijk je dan die foto's en dan zie je, achteraf, bij het bekijken van de daar ontwikkelde foto's, dan zie je, dan weet je, het was toch waar. God bemoeide zich toch met de wereld. God bemoeide zich toch met mij. En dan denk je, tenminste, je bent wijs als je dat denkt, nu moet ik ook voor de toekomst voortaan niet zo gauw de moed verliezen. Nou moet ik ook voor de toekomst meer op God vertrouwen. En ik moet niet zo vaak vertwijfelen. En ik moet niet uit het oog verliezen dat er ook voor mij Gods heil is. Van hem mag ik dat heil hebben. Bijzonder duidelijk was Gods leiding toen het lot dat Jozef had getroffen in 1 uur tijd zich omkeerde. In tijd van inderdaad 1 uur werd hij van gevangenisboef tot onderkoning van Egypte. Een overgang van de nacht naar de dag. Een overgang van de duisternis naar het licht. Dat is nou zo'n foto om nog eens extra lang op te staren. Je kan Gods plannen wel dwarsbomen en er zijn honderden, duizenden, miljoenen mensen die Gods plannen dwarsbomen. Maar God bereikt zijn doel. Voor de hongersnood komt in dit geval is Egypte veranderd door Jozef in 1 ontzaggelijk grote korenschuur waar de hele wereld mee in het leven kan worden gehouden. Maar
maar ook op de vraag. Nou, die dwarsdrijvers. Nou, die goddelozen. Nou, die schurken. Die zich van God en zijn gebod niets hebben aangetrokken. God heeft zich, dat hadden zij niet bedoeld, maar God heeft zich van hen bediend. Maar hoe gaat het dan met hen verder? Leggen zij nog niet straks het loodje? Komt Boontje niet om zijn loontje? Dat was een zin, herinner ik mij, uit een schoolleesboekje vroeger. Boontje komt om zijn loontje. Met ontroerende pedagogische wijsheid werd ons dat al vroeg ingepompt. Waarschijnlijk om ons te wapenen tegen alle verleidingen die ons in het leven zouden treffen. Voor ons bestwil dus allemaal, die pedagogie. Maar is dat zo? Komt Boontje om zijn loontje? Dat is maar niet een vraag waarvan je zegt, nou, is interessant om te weten. Nee, dat is een vraag waarbij we allemaal betrokken zijn. Want van tijd tot tijd minstens zijn wij allemaal van die dwarsdrijvers. Die alleen uit zijn op eigen roem of macht of eer of invloed of voordeel of belang of wat dan ook. Over deze vraag laat de geschiedenis van Jozef ook een foto zien. En ik loop nou met u even die geschiedenis langs. Na vele jaren hebben de broers van Jozef Jozef weer ontmoet. Al kenden zij hem niet. Want het was er gebeurd, die hongersnood was ook natuurlijk in het land gekomen, het latere Kanaan, waar Jacob toen woonde met zijn gezin. En Jacob, het was het patriarchale tijdperk. Jacob had voor zo'n 70 mensen te zorgen. Een heel huishouden. En als er een hongersnood komt, dat is een afschuwelijke zaak. Maar toen kwamen de geruchten dat in Egypte, daar kon je vrij koren kopen. Dat was niet op de bon daar, dat was zo verschrikkelijk veel. Nou ja, dat begint niet direct aan, maar dat is een hele reis, niet waar, van Kanaan naar Egypte. Maar goed, tenslotte werd de hongersnood toch zo zwaar dat Jacob zegt tegen zijn zonen, jongens, jullie moeten er maar op uit en je moet maar naar koren gaan kopen in Egypte, want we redden het niet. En toen kwamen ze in Egypte en toen heeft God, dat gebeurt niet zo vaak, maar toen heeft God heel direct ingegrepen in de geschiedenis. En ze kwamen precies bij dat centrum van korenverkoop waar die dag ook Jozef aanwezig was, want er waren talloze centra natuurlijk, waar dat koren was opgeslagen. En daar kon je dat kopen. Zij kwamen uitgerekend daar waar die dag Jozef was. En die stond daar in het kantoor. En die ziet daar notabene zijn broers binnenkomen. Hij telde ze zo even. Hij zag direct, Benjamin is er niet bij. Maar die andere 10, die stonden er allemaal. Koren te kopen. En hij heeft onmiddellijk gedacht, wat moet ik doen om met ze aan de praat te raken? Wel, dat was voor een onderkoning niet zo erg moeilijk. Hij liet hen bij zich komen. En sprak tot hen door middel van een tolk. Zodat ze geen flauw vermoeden hadden wie hij was. En toen zei hij door middel van die tolk dat hij meende dat zij verspieders waren. Dat hij ze voor geen cent vertrouwde. En dat ze dat slagvolk waren die nu Egypte zo rijk aan koren was, waar ik over keken waar de zwakke plaatsen van het land was, om dan later terug te komen en met een leger Egypte te veroveren. Ja, ik heb jullie wel door. Nou, die broers helemaal ontzet natuurlijk. En omdat ze geen flauw idee hadden dat het Jozef was, maar de onderkoning van Egypte, nou ja, die kon je maken en breken, even met zijn vinger bewegen, en je was er geweest. Dus een ontzettende toestand. Die broers, die betuigen, wij zijn eerlijke lieden. Nou, van die eerlijkheid had Jozef toevallig persoonlijk enige ervaring. Het wordt hem al spoedig duidelijk, beste vrienden, dat die broers zijn nog geen steek veranderd. Die broers zitten nog helemaal in wat je kan noemen de zelfrechtvaardiging. En nou kan hij zich wel bekendmaken en dan zeggen dat hij Jozef is en niet de onderkoning, zoals ze denken, een vreemde Egyptenaar. Maar wat zou er dan gebeurd zijn? Dan had hij zich bekendgemaakt. Ze zouden zich natuurlijk een ongeluk geschrokken zijn,
Maar even later hadden ze zich natuurlijk, als hij vriendelijk tegen hen is, hadden zij ook geweldig opgelucht gevoeld. En ze zouden hem alle eer hebben bewezen, een buig als een knipmes en als hun dromen van vroeger, dat iedereen voor een buiger zou zouden zijn uitgekomen. Maar ze zouden in hun hart niet veranderd zijn. En daar gaat het altijd om, dat je in je hart verandert. Tot een echte omgang was het niet gekomen. En deze hoogbegaafde en wijze zoon van Rachel weet dat wij mensen door de zelfontdekking heen moeten. Je kan zeggen dat wij door de ontmaskering heen moeten, voor wij echt mens voor God kunnen worden en mens voor onze medemens. En dan gaat Jozef een poging in het werk stellen om dat bij hen te bereiken. En om dat te bereiken doet hij iets heel vreemds. Hij gaat erg moeilijk doen. En ieder mens van enige levenservaring weet, het zijn vaak de moeilijkheden waardoor wij aan het denken worden gebracht. Het zijn vaak moeilijkheden waardoor wij tot onszelf komen en met onszelf gaan praten over onszelf. Tegenslagen roepen herinneringen wakker. Herinneringen worden zelfbeschuldigingen. Zelfbeschuldigingen die niet verdrongen worden, leiden tot schulderkenning en tot schuldbelijdenis. En die verlost ons. Hij begint met hen 3 dagen in de gevangenis te stoppen. Het waren in die tijd donkere holen, kelders. En in die donkere kamer van die gevangenis werden daar ook foto's ontwikkeld. Foto's die 13 jaar geleden genomen waren. Ik heb het u niet allemaal voorgelezen, zou die schriftlezing te lang hebben geduurd. Maar, dat is prachtig om te lezen. Dan gaan ze met elkaar praten. En Jozef, die heeft zich daar kennelijk in de buurt opgesteld. Die is zijn Hebreeuws al niet vergeten. Die hoort dat allemaal. Voorwaar, zeggen ze tegen elkaar, nu boeten wij voor wat wij onze broeder aangedaan hebben. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om erbarming smeekte, maar wij hoorden niet en daarom is deze benauwdheid over ons gekomen. Dan staat er, toen zei Ruben, waarom hebben jullie dan ook niet naar mij geluisterd? Ik heb toch tegen jullie gezegd, bezondig je niet aan de knaap, maar jullie wilden niet luisteren. En nou wordt zijn bloed van ons geëist. Hé, dat was nieuw voor Jozef, dat heeft u nooit geweten. Heeft u nooit geweten dat Ruben nog een goed woordje voor hem gedaan heeft destijds? Dat hoort hij nou eens even, daar zal Ruben wel bij varen, komt zo op terug. Maar u hoort als u dat gesprek leest, de zelfontdekking begint te komen, de maskers beginnen te vallen, als je het zo wilt zeggen. Als Jozef het hen hoort zeggen, is het ontroering nauwelijks meester, maar de tijd is nog niet gekomen om zich te openbaren. Na 3 dagen neemt hij het volgende besluit, hij laat ze bij zich komen en zegt, kijk eens even hier, ik heb nog eens over nagedacht wat jullie me verteld hebben. Nou zal ik je op de proef stellen, jullie hebben een mooi verhaal verteld, je had daar nog een oude vader, een hele oude vader, en je had daar nog een jonge broer. Nou goed, je mag naar huis gaan en als je nou de volgende keer die jonge broer meebrengt, dan zal ik weten dat je niet gelogen hebt, dan zal ik je ook geloven dat je geen verspieders bent. Maar één hou ik hier als gijzelaar, hè? Want anders kom je natuurlijk helemaal niet terug. En eens even kijken, wie zal ik daarvoor nemen? Nou zou dat normaal Ruben geweest zijn, maar nou bofte die dat hij een keer voor Jozef in de bres gesprongen was. Dat had Jozef net gehoord. Ruben was de oudste, die zou eigenlijk aan de beurt zijn, maar nee, hij neemt Simeon, dat is de tweede. Ruben is de gevangenis ontlopen dankzij het feit dat hij 13 jaar geleden toch nog een goed woordje voor Jozef gedaan heeft. Simeon in de gevangenis en de rest mag naar huis. En komen ze thuis en doen ze zakken open met koren. Ja, dat verhaal natuurlijk dat Simeon achtergebleven is en dat volgende keer Benjamin mee, anders komen ze niet terug en dan komt Simeon niet vrij. Doen ze de zak open, blijkt het geld dat ze ervoor betaald hebben boven die zakken te zitten. Nou, dat bevalt de oude vader Jacob helemaal niet. Die vindt dat maar een nare aangelegenheid, die gelooft daar niet zo erg in. En vooral Simeon gevangen en die Benjamin moet mee en dat geld boven in die zakken. Wat is dat daar voor een rare zaak?
En die Benjamin nooit. Die Benjamin die krijg je nooit mee. Nee. Je weet, ik had van Rachel 2 kinderen. Jozef en Benjamin. Jozef heb ik nooit meer teruggezien. Die door een wild dier was. De jongen die zal er ook nog mee gaan. Nooit van zijn leven. Je krijgt Benjamin niet. Ja, maar vader, als we Benjamin niet mee krijgen, dan krijgen we geen koren. Dan krijgen we maar geen koren. Maar die Benjamin geef ik niet mee. Want als de jongen om zou komen, dan zullen jullie mijn grijze haren met verdriet in het graf doen neerdalen. Versta je dat? Nou, dat verstonden ze goed. En op zo'n moment moet je natuurlijk niks terugzeggen. En dat hebben ze ook niet gedaan. Weet u, de honger zei wat. Die begon te knagen toen het koren op was en er op de velden van Canaan nog steeds niks groeide. En toen dacht Jacob, ja jongen, ja, er moet toch koren komen. Ik zei het al, hij moest voor 70 mensen zorgen. De patriarch was verantwoordelijk voor 70 mensen. Hij roept die broers bij en zei, jongens, naar Egypte koren kopen. Ja, vader, moet u luisteren. We hebben het de vorige keer al verteld. Dat kan best, maar dan moet Benjamin mee. En dan krijgt Ruben opeens een brainwave. Dat is een slimme jongen. Die zegt, vader, geef Benjamin nou mee. En als die niet terugkomt, dan mag u 2 van mijn zonen doden. Nou, daar had hij wat aan. Sommige mensen kunnen van die dwaze dingen zeggen, hè. Dan wordt hij de moordenaar van zijn eigen kleinkinderen. Grootvader dood in grote droevenis 2 van zijn kleinzoons. Maar het eten is op en de honger knaagt. En de kinderen beginnen te huilen van de honger. En dan komt Juda. En Juda komt een ander voorstel. Die zegt, vader, geef nou Benjamin mee. Ik persoonlijk zal borg voor hem zijn. Ja. Nou, dat had hij ook liever niet gedaan natuurlijk. Maar ja, de honger was dermate groot dat, nou, vooruit dan maar. Maar denk erom, wees zuinig op hem, enzovoort, enzovoort. Weer terug in Egypte, Benjamin mee. Gaat allemaal van een leien dakje. Ze mogen samen met de onderkoning zelfs eten. Nou ja, dat had hem ook weer niet gehoeven, maar goed. Simeon wordt uit de gevangenis gehaald. Benjamin krijgt een hele bijzonder hartelijk onthaal van de onderkoning. Nou ja, daar snappen ze ook allemaal eigenlijk niks van hoor. Maar goed. En dan als de maaltijd afgelopen is, dan zegt Jozef, nou en nou heb ik opdracht gegeven dat jullie zakken allemaal met koren gevuld zijn. Die staan voor jullie klaar. En ga nou maar gauw naar huis naar je oude vader. En dan gaan ze naar buiten en dan laden ze die plunje balen met koren op die ezels. Maar ze weten niet dat in een van die zakken een tijdbom zit. Jozef heeft namelijk opdracht gegeven aan zijn paleisintendant om zijn persoonlijke drinkbeker, dat was een heel kostbaar geval waar hele rites omheen altijd werd afgespeeld. Die kostbare drinkbeker moest hij verbergen in het koren in de zak van die jongste van Benjamin. En als ze dan een eind de stad uit zijn, dan stuurt Jozef in vliegende galop die paleisintendant met manschappen achter ze aan. Nou, die paleisintendant is een prachtfiguur. Dat is een kleurrijke figuur. Dat is een man met gevoel voor drama. Die haalt eruit aan spektakel wat erin zit. Die is natuurlijk in het complot geweest. En ik kan me dat zo voorstellen, met een geweldige vaart rossen die paarden eerst langs die stoet. En dan als hij bij de voorste ezel komt, dan blokkeert hij opeens de weg. En wat zijn jullie voor kerels, voor ondankbare honden? Goed belonen jullie met kwaad. Hoe haal je het in je hersens om de drinkbeker van de onderkoning te stelen? Verpletterende ontsteltenis bij die broers. Wat hangt hij nou weer boven het hoofd? Meneer, echt niet, werkelijk niet. Bekers van onderkoningen stelen, nee, tot zoiets laag zijn ze niet in staat. Ze zijn er zo zeker van. Ze zeggen, zoekt u maar gerust. En als u hem vindt, degene bij wie u hem vindt, die mag u doden. En wij zullen allemaal uw slaaf zijn. Nee, zegt die man, niks ervan. Niet allemaal slaaf en er hoeft ook niet gestorven te worden. Het is domweg zo dat wanneer ik hem bij jullie vind, die zal slaaf zijn. Jullie kunnen allemaal naar huis. Nou, we gaan nou die plunjebalen maar eens die pakken. Even kijken, hè.
En daar komt het allemaal, dat wordt op de grond gezet. Ik zei het, dat is een kleurrijke figuur met gevoel voor drama. Hij wist dat die beker in de zak van Benjamin zat. Dat had hij hem zelf ingestopt. Hij begint echter bij de oudste. In de zak van Ruben begint hij te zoeken. Nou kan hij het drama natuurlijk mooi lang rekken. Ja, zo'n man heeft ook waarschijnlijk een vervelend leven in zo'n paleis. Dat is een dagje uit voor die man, hè. En die maakte er wel wat van. Een schitterende verhaal heeft hij daaraan overhouden. Dat voelt u toch wel. En die begint daar te graaien in die zak. In die zak van Ruben is natuurlijk niks. En dan komt Simeon. En ik denk dat ze toen allemaal eventjes hoge bloeddruk gehad hebben. Want Simeon had in de gevangenis gezeten. En Simeon, ze kenden hem allemaal. En ik zal u de verhalen over Simeon niet al te veel vertellen. Want dat zijn verschrikkelijke verhalen. Dat was een ontzettende onbesuisde kwant. Ze denken opeens bij zichzelf, die stommeling zal zich toch niet hebben willen wreken door die onderkoning zijn drinkbeker te stelen en mee te pikken. Dus, nou ja, je kon een speld horen vallen terwijl die in die plunjebalen van Simeon aan het graaien was. Maar nee hoor. Geen drinkbeker, gelukkig. Nou, en dan komt de rest, dan loopt hij het hele rijtje af. Issachar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad. Helemaal niets. Juda was ook nog aan de beurt. Nou ja, dat kon je rustig. Kijk, Juda was borg geworden voor Benjamin. Je voelt dat die helemaal niks uithaalde. Nee, Juda had het zeker niet gedaan, want die zou altijd het kind der rekening zijn. Dus die doet zoiets niet. Nou, tenslotte heeft hij alleen Benjamin nog maar over. Nou ja, en dat is natuurlijk helemaal geen probleem, want die heeft het natuurlijk niet gedaan. Weet u, het is een beetje moeilijk uit te rekenen, want de Bijbel is geen jaartallenboekje, maar hij was zo ongeveer 20 jaar, Benjamin. Dus hij is zo jong niet meer, dan ben je wel een jonge man. Ja, in die tijd niet zo, hè. Vergeet u niet, zijn broers waren tussen de 60 en de 80. En behalve Jozef. Ja, en zijn vader was toen in die dagen, was hij 130. Zijn grootvader was pas overleden op 180-jarige leeftijd. Nou ja, wat is dan een jongen van 20 jaar, hè? Zijn broekie. Dus ze hadden Benjamin goed aan de sim gehouden. Hè? Ze hadden natuurlijk Juda, oh, als er wat misgaat, die wil ook graag vrouwenkinderen terugzien. Dus denk erom, Benjamin, je houdt je mond, hè. Het is daar zo'n moeilijke toezicht. Je zit zo, de gevangenis daar in Egypte, hoor. Dus kijk nou maar naar mij. En als je niks gevraagd hebt, dan zeg je ook niks. En pas op je woorden. En loop, doe maar precies als wij doen. En blijf maar in mijn buurt. Oh, dus die Benjamin had natuurlijk die beker niet gestolen. Uiteraard niet. Nou, die paleisintendant die begint te woelen in die zak. En die rekt het natuurlijk extra lang. Je ziet dat voor je. En dan ineens. Waarschijnlijk zijn ze allemaal naar hun pakezels gelopen om die korenzakken vast op te laden, want ze waren absoluut overtuigd dat wie hem ook had, maar Benjamin in geen geval. En daar geeft hij natuurlijk om de aandacht te trekken een kreet. Hé, hey, wat voel ik daar? En meteen komt iedereen aan rennen en hij voelt dat nu het hoogtepunt van het drama komt en daar komt hij met de beker voor de dag uit de zak van Benjamin. Zo, zeg. De jongste nog wel, hè? Mooi dankbaar kereltje ben jij. Zal ik je vertellen wat jou gebeurt? Jij gaat met mij mee als slaaf naar Egypte. Nu meteen. Maar op de gebruikelijke wijze. Dat was geboeid aan de knop van het paard. En dan loop als je leven je liefjes achter dat paard. Die broers zijn verpletterd. En opeens, dat is zo duidelijk uit het verhaal zelf, uit de woorden die ze spreken. Opeens vallen hun de schellen van de ogen. Het is niet Benjamin. En het is niet die onderkoning van Egypte. En het is niet die paleisintendant van Jozef. Het is God. God zoekt hun daden van weleer.
En dan is het uit met de zelfrechtvaardiging. Dan gaan ze allemaal mee terug. Nee, dat hoeft niet. Ja, dat hoeft wel. Het is een merkwaardig verschil met een poos geleden. Dat gezin van Jacob, dat viel van ontbinding bijna uit elkaar. Dat is zo'n ontzettend goddeloze troep. Als dat een aantal jaar geleden gebeurd was, dan waren ze rustig Benjamin laten gaan hoor. Dat is jammer voor Benjamin. Hè? We zullen wat op vinden om vader weer het een of ander sprookje te vertellen. Maar nou kan het niet meer. Nou kan dat niet meer. Want het is God met wie ze geconfronteerd zijn. Beste vrienden, dat komt in alle mensenlevens voor. Dat moment. En de beker werd gevonden in Benjamins zak. Toen scheurden zij hun klederen. En dan ben je zalig als je dan met je gescheurde kleren naar de almachtige God toe vlucht. Nou, daar gaan ze, daar staan ze straks voor die onderkoning. Die speelt nog even het spel door. Hoe hebben jullie dat kunnen doen? En begreep je niet dat een man als ik dat meteen door zou hebben? Maar het hoeft niet, het is niet meer nodig. Want daar komt Juda naar voor. En die reden van Juda heb ik u in zijn geheel voorgelezen. Dat kan je haast niet zonder ontroering lezen. Je denkt bij jezelf, is dat nou diezelfde knaap die zoveel jaar geleden keihard het voorstel opperde om Jozef ter dood te brengen en later om hem als slaaf te laten verkopen op de slavenmarkt van Egypte? Met uw verlof, mijn heer, uw knecht mogen toch een enkel woord ten aanhoren van mijn heer spreken en uw toren ontbranden niet, want gij zijt als farao. Zo begint hij. En dan gaat hij eerst vertellen hoe het bij hen thuis is. De familieomstandigheden. Een oude vader. En die wil de jongste niet meegeven. Ten slotte toch gedaan. En hij, Juda, meneer de onderkoning, hij zou borg zijn. En dan die prachtige slotwoorden. Waaruit blijkt de totale omkeer van deze mens. Nu dan, laat ik toch in plaats van de jongen als slaaf voor mijn heer achterblijven. En laat de jongen met zijn broeders meetrekken. Want hoe zal ik naar mijn vader heen trekken wanneer de jongen niet bij mij is? Ik zou het verdriet niet kunnen aanzien dat mijn vader zou treffen. Nou, weet u wat dit nou is? Dat is nou een foto van de bekering. Dat is nou zo levensecht een foto van de bekering. Ik zou het verdriet niet kunnen aanzien dat mijn vader zou treffen. Weet u wat bekering is? Daar zitten twee elementen in. In de eerste plaats, van binnen verandert er wat bij je. Je komt in een andere verhouding te staan. Je hart tegenover God, je hart tegenover je medemensen. En als gevolg daarvan ga je je uiterlijk ook anders gedragen en ga je ook anders tegen God zijn en anders tegen je medemens zijn en anders tegenover jezelf zijn. Dat is, beste vrienden, de bekering. En deze keiharde Juda, die ook zijn geschiedenis zal ik hier niet breed uit ophalen, maar als u er een ogenblik in deze buurt van die tekst blijft lezen in de Bijbel, dan vindt u de schandelijkste dingen. Deze keiharde zondaar, die zich van niemand aantrok en die de mantel van Jozef eens in het bloed van een bokje gedoopt had en als een volleerd acteur aan zijn vader had aangeboden en wanhoop zijn ogen had getrokken en gezegd, o vader, ik geloof, kijk nou toch eens, is dat niet de mantel van Jozef? Die keiharde zondaar, die de grijze haren van zijn vader niet achtte, die zijn vader bedroog waar hij bij stond, die is omgekeerd als van de nacht naar de dag. Laat mij maar slaaf zijn.
En laat hij maar gaan, want ik zou het verdriet niet kunnen aanzien dat zijn vader zou treffen. Nou, over 14 dagen lezen we de geschiedenis verder, als u dan zin hebt om te komen luisteren. Maar laatste vraag nog even. Kijk, dat is dan allemaal heel aardig geweest voor Jozef. En dat is heel aardig geweest voor zijn broers en voor de Egyptenaren. En voor die paleisintendant niet te vergeten. Het is zelfs voor de wereld om Egypte heen geweldig geweest. Want die hebben er allemaal van kunnen eten. Maar hebben wij er iets aan? Hebben wij er nu vanavond iets aan? Was het de moeite waard, beste vrienden, om hier vanavond naar de Spuikkerk te komen? Was het de moeite waard om hier een stukje geschiedenis te horen over wat zich een kleine 3000 jaar geleden heeft afgespeeld ergens in het Midden-Oosten? Was dat de moeite waard? Wel, beste vrienden, ik heb er al op gewezen dat dit als het ware foto's zijn, ontwikkeld in de donkere kamer van Gods bestel, waaruit wij moed mogen putten voor onze eigen geschiedenis. Want God is eeuwig dezelfde. Maar ik voeg er nu tot slot nog iets aan toe. Ik was laatst ergens waar ze oude familiefoto's aan het bekijken waren, in de familiekring. En hoe gaat dat dan? Dan zie je die foto's gaan van hand tot hand, die geven ze allemaal door. Ja, en dan zie je mensen uit de vorige eeuw, het begin van de vorige eeuw. De overgrootvader van de familie was erbij, compleet met baard en snor. Enfin, dezelfde mode als ze tegenwoordig hebben. En daar kijk je op, je ziet het allemaal voor je niet, die oude mensen die 100, 125 jaar geleden geleefd hebben, toen nog jong waren en zo. En toen zegt opeens iemand uit dat gezelschap, zeg, zie je dat Jan sprekend op zijn overgrootvader lijkt? Nou, die foto ging weer van hand tot hand, ja, waarachtig. Sprekend het evenbeeld van zijn overgrootvader. En dat geheimzinnige, beste vrienden, zit nu ook in de foto's die ik u vanavond heb laten zien uit Jozefs geschiedenis. Aan letterlijk alle kanten springt dat geheimenis eruit. Ik noem u een aantal elementen. Jozef, die lijden moet voor de verlossing van het volk. Jozef, die koning wordt. Jozef die overvloedig brood uitdeelt, zodat niemand meer honger hoeft te hebben. Je kan het zomaar bij hem gaan halen. Jozef die het geld boven in de zakken teruglegt, want hij geeft alles gratis. Jozef die goed is voor zijn slechte broers. Boontje dat niet om zijn loontje komt. Jozef die met wijs geduld zijn broers brengt tot de zelfontdekking. Jozef die tegen zijn broer zegt, kom toch dichter bij me. En Juda, wat dacht u daarvan? Kijk eens even goed naar Juda. Op wie lijkt die dan wel? Juda die borg staat voor zijn broer. Juda die zegt, neem mij maar als slaaf, maar laat deze heen gaan. Juda die zegt, ik neem zijn schuld op mij. Wie lijkt later op Jozef? Wie lijkt later op Juda? Of moet ik het omkeren? Ja, natuurlijk, ik moet het omkeren. Natuurlijk, de heilsgeschiedenis is omkeerbaar. Jezus Christus heeft eens dat ontzagwekkende woord gesproken. Eer Abraham was, ben ik. De heilsgeschiedenis is omkeerbaar. En Jozef en Juda lijken op Jezus Christus, van wie ik u voorlas. Wie tot mij komt, sprak hij, zal ik geenszins uitwerpen. En als u nu wilt weten wat Jezus Christus voor ons concreet wil betekenen, dan kunt u dat zien aan de foto's uit de geschiedenis van Jozef en Juda die ik u vanavond heb laten zien. Goedheid wil hij voor ons betekenen. Liefde, plaatsvervanging, geluk,
zorg, geduld, eten en drinken, een plaats om te wonen, vrede en heil en leven. Eeuwig leven is dat bij Jezus Christus. Gelooft, zei Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Heer onze God, wij danken u hartelijk dat wij uw evangelie hebben mogen lezen en dat wij de foto's hebben mogen bekijken wat er ontwikkeld is in die donkere kamer van uw bestel. Er is zoveel in ons leven dat voor ons verborgen is. En er is zo vaak in ons leven twijfel aan uw goedheid en aan uw liefde en dus aan ons eeuwig lot. Wij hebben zoveel kracht nodig die wij niet bezitten. En wij moeten zoveel werk verrichten dat wij niet kunnen. En wij proberen zo vaak dingen te bereiken en wij falen. En het leven dat wij ons gedroomd hebben, ziet er als wij ouder worden totaal anders uit dan wij gehoopt hadden. En wij begrijpen uw bestel niet. Wij belijden u dat wij dan nog vaak u de schuld willen geven. Maar nu vanavond zijn we wijzer geworden. Heer, we hebben het gezien en begrepen. Als wij over u denken, dan mogen wij er altijd van uitgaan. Gij wilt ons heil. Gij wilt alle volken tot uw discipelen, Heer Jezus Christus. En gij hebt, o Heer, eens Israël uitverkoren, opdat alle geslachten des aardbodems in die verkiezing gezegend zouden worden. Heer, wij vragen u, laat ons dat blij maken. Laten we daar vol vreugde door worden. Laten we naar huis gaan met het gevoel, wat is het heerlijk. Als je weten mag wat wij mogen weten nu. Dat Christus tegen ons zegt. Wij die ons een ongeluk schrikken als wij zouden bedenken dat gij opeens voor ons zou staan. Of dat wij voor u zouden moeten verschijnen. Dat gij nu vanavond tot ons zei. Nader toch tot mij. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Heer Jezus Christus, dank u wel voor uw ontzaglijke genade. Voorbeden doen wij voor de mensen die u niet kennen, dat zij u mogen leren kennen. Voorbeden doen wij voor hen die ziek zijn, dat ze beter mogen worden. Voorbeden voor hen die eenzaam zijn, voor hen die door rampen zijn getroffen. Mensen die sterven gaan deze week. Wij bidden u voor mensen die leven onder dictatuur en terreur. Wij vragen u of gij hen die bedroefd zijn, die verdriet hebben, die wanhopig zijn, uw genade wil doen zien. En als gij ons kunt gebruiken, Heer, laat ons dan het kanaal van uw zegen mogen zijn. Geef ons dan wijsheid en woorden die winnen. Wij bidden u, barmhartige God, voor de regering en hun volken, dat ze de vrede en de gerechtigheid mogen leren najagen bij het licht van uw evangelie. En in de vrezen van uw naam. En wij bidden u dat uw rijk mogen komen. Om Jezus wil.
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Beste vrienden, mag ik u nog bekendmaken. De volgende week zal dominee Plantinga het evangelie hier verkondigen. Zijn onderwerp zal zijn bidden en waak en werken waarvoor. Organist zal dan zijn Teke Bijlsma. De collecte bij de uitgang, bestemd voor DNB, wil ik hartelijk bij u aanbevelen. En dan vestig ik even uw aandacht erop dat de cassettebandjes wel opgenomen worden, maar ze zijn nog niet direct verkrijgbaar, omdat de mensen die daarvoor zorgen met vakantie zijn. Ze worden opgenomen en op 28 augustus, de laatste zondag van deze maand, zijn ze verkrijgbaar weer. En dan ook de achterstallige, onthoudt u dan de datum maar van wat u wilt hebben, aan de tafel bij de uitgang. Verhef dan uw harten tot God. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.